Marinus, als ik zo even snel het internet afstruin, dan zijn de fans pissig op het team. Ben jij dat ook? Ja, zeker de tweede helft. Ik bedoel, eerste helft hebben we behoorlijk gevoetbald, vond ik. Goede goal gemaakt, goed positiespel gespeeld. Ja, was redelijk. Ja, ik kreeg twee corners tegen, net uitgebreid van tevoren gehad, want we wisten dat ze sterk waren, dus dat is natuurlijk waardeloos. Ja, in de tweede helft zakken we zo ver weg, dat leek helemaal nergens op. Dat was eigenlijk het seizoen in de notendop op deze wedstrijd. Een redelijke eerste helft met een dramatische tweede helft. Ja, kan jij de reden weer eens benoemen waarom NAC weer opnieuw door het ijs zakte nu in de tweede helft? Ja, omdat we dan geen organisatieveld, dan gaan we volledig uit de organisatie lopen. We doen maar wat. Meerdere spelers zijn helemaal weg uit de organisatie. Ja, en dan krijg je tegen een goede ploeg als VVV heel veel problemen. Komt dat er nog goed met NAC, denk je? Ja, daar gaan we wat vanuit. Het is weer een hele harde les en het zal geeft veel stof aan nadenken. Maar het zal ook weer zeker wijzigingen gaan aanbrengen. Want dit is wel een bekend probleem wat al vaker teruggekomen is. Ja, wijzigingen gaan aanbrengen. Dus er zullen weer wat spelers sneuvelen. Wie dan bijvoorbeeld? Ja, dat ga ik nu nog niet zeggen. Dan is er dus over nadenken. Dat is een beetje vroeg inderdaad. Maar ja, weer wijzigen, dat is natuurlijk vaker voorkomen de laatste tijd. Ik denk ons grootste probleem is... het verschil tussen VV en ons is post. Controleerde middenvelder die heel veel ballen oppakt, daar juist op het moment doordekt, organisatie bewaakt en daar houdt. Dus ik denk dat geeft je stabiliteit in het team. En vooral daar in het hart vind ik dat we daar regelmatig problemen hebben, meerdere wedstrijden al. Dat is misschien een verschil, maar als ik naar VVV kijk, dan zie ik een frisse ploeg. Daar staat een team en ik zie ook plezier in het voetbal en dat zie ik bij NAC niet altijd. Klopt dat? Dat hebben we het vaker over gehad. Hè. Het is niet een team wat geweldig met elkaar samenwerkt. En dat is ook niet de eerste keer dat het team is al vaker benoemd. En dat is heel moeilijk te veranderen helaas. Dat lijkt me een hele lastige klus voor jou. Want ja, NAC moet natuurlijk wel klaargestoomd worden straks voor die na-competitie. Ja, het is een megaclub. Super intensief. Ook super, super interessant. Want ik ben echt elke dag volle bak de energie aan het insteken. Heel veel gesprekken, heel veel trainen, heel veel beelden. Dus daarmee blijven doorgaan tot we de juiste puzzel kunnen vinden. Want ja, we hebben wel kwaliteit. Alleen het is niet complementair aan elkaar. Dus ik hou er altijd geloof in dat we dat voor elkaar krijgen. Maar dat het moeilijk is, dat is duidelijk. Maar ik kan me voorstellen dat het niet alleen moeilijk is, maar af en toe ook wel een beetje frustrerend. Ja, dat is frustrerend nog niet, maar het is wel, je werkt keihard ervoor en dan wil je dingen beter zien. Dan soms denk je, daar zijn we. Eerst denk ik, we wouden meer voetbal, dan zie ik in één keer meer voetbal. En de tweede helft zien we bekende Euvel en vond het vandaag wel heel erg schrijnend in de tweede helft. Werk aan de winkel dus? We hebben veel werk aan de winkel helaas, ja.